Dag Kathleen, u bent Miss Arbeid, Arbeidprinses. Gelukkig mee? Ik ben er ongelooflijk gelukkig mee, ja. Wat heb je moeten doen daarvoor? Oh, we hebben echt een heel toffe groep gehad en we hebben daar enkele activiteiten voor gedaan. We hebben moeten een bedrijf, een van de sponsors, moeten voorstellen. We zijn samen weg geweest, Q Music Party, hier in het Feestpaleis, dat ook een sponsor is. Zo'n beetje allerlei activiteiten. En vandaag zijn we dan te gast geweest in het park, want het zijn tuindagen. Dus dat was ook heel fijn om te doen. Het is jammer dat het weer niet echt meeviel. Maar het was echt allemaal heel fijn. En de show is ook vlot verlopen, dus we zijn heel blij. Had het gevoel van een van die favorieten te zijn? Oh, nee, niet echt. Een van de kandidaten had ik dan als favoriet naar voren geschoven. Ik maak zo altijd zelf in mezelf een pronostiek. Maar ik ben natuurlijk heel blij dat ik op de eerste plaats gekomen ben. Ja. En morgen moet je terug naar het park, hè, in een witte koets. Ja, fijn, hè? In een koets zitten en rondgedragen worden. Echt ongelooflijk. Wat heb je nog als prijzen gehad vandaag? Oh, ik heb een reis gewonnen voor 2 personen naar de Costa Brava. En ik heb verschillende kledingchecks gewonnen. Een grote reuzenmand met aardbeien, dus dat wordt smullen vanavond. Bloemen, ik heb een juweel gekregen. En dan natuurlijk mijn kroon en mijn lint. Dus heel veel. Je bent niet uit de buurt, hè? Waar woon je ergens? Oh, nee, ik ben niet van in de buurt. Ik woon in het Pajottenland, dus Vlaams-Brabant. Maar dat houdt mij zeker niet tegen om naar hier te komen. Ik ben van het principe van als je voor iets inschrijft en je hebt de kans om het te winnen, dan moet je je ook inspannen. Dus de mensen gaan mij hier zeker veel zien. Eerste verkiezing, dit hier? Nee, dit was niet mijn eerste verkiezing. Ik heb al enkele verkiezingen in het verleden meegedaan. Met succes of niet? Ik werd in 2006 eikoningin, in 2005 Miss Halle en in 2007 Miss KVK Tiene. Wat ga je morgen doen? Buiten de koets natuurlijk. Oh, ik denk dat ik toch een beetje ga uitslapen, want ik ben vanmorgen om 5:30 opgestaan om nog een beetje alles voor te bereiden en nog de kranten een beetje bij te lezen. Dus ik ga morgen een beetje uitslapen en dan richting hier komen en dan van genieten gewoon.